Ik hoorde het vanmorgen op kantoor. Alhoewel we wisten dat hij natuurlijk ziek was en dat het een keer eraan zat te komen. Dat was toch wel weer schrikken. Heeft u hem nog gezien, gesproken, kort geleden? Ik denk de laatste keer hier in het stadion. Want hij heeft tot laatst volgens mij wel gewoon zijn wedstrijdjes gekeken en de scouting gedaan. Maar dat is ook wel weer een tijdje terug. Dus we hadden ook wel in de gaten de laatste tijd dat hij niet zoveel meer aanwezig was. U was, bent een goede vriend van hem, hè? Nou ja, een goede vriend is overdreven. Maar ik heb een aantal hoedanigheden met hem te maken gehad. Ik ben hier in 1991 begonnen met voetballen, betaald voetbalspelen, samen met Jury. En dat team werd hier ongeslagen kampioen werd van de eerste divisie. Dat was een fantastisch seizoen. Dus hij heeft hier toen gespeeld. Hij is hier trainer geweest, hij is hier hoofdopleidingen geweest. En hij is hier als scout nog regelmatig wezen spelers wezen kijken. Daarnaast was hij natuurlijk de vader van Dien, Dien Koolhof, die bij ons ook nog speler is geweest een aantal jaren. Dus in allerlei hoedanigheden hebben we met Jury te maken gehad. Een icoon? Ja, ik denk wel. Kijk, hij heeft ook, natuurlijk ook nog 5 interlands gespeeld. Hij heeft bij PSV fantastische seizoenen gehad. Was een fantastische voetballer. Dat zag je ook nog toen hij hier kwam voetballen samen met mij. Dus ik denk wel dat we een markant persoon verliezen, ja. En hoe zal u hem herinneren? Ja, Jury was altijd een enorm liefhebber. Altijd over voetbal praten, altijd over spelers praten. Ook graag over zijn 2 zoons praten. Hij was natuurlijk enorm trots op zowel Dien als Wesley. Dus ik denk een enorm verlies, met name ook voor de familie. Die we natuurlijk ook heel veel sterkte toewensen. Bepaalde anekdotes, bepaalde verhalen. Als je aan hem denkt, dat je denkt, nou dat steekt er toch wel uit. Dat is heel markant, dat typeert hem ook. Nou ja, ik denk eigenlijk het meeste terug aan Jury als voetballer. Ik ben hier begonnen en ik denk dat ik mijn carrière eigenlijk voor een groot deel te danken heb aan Jury. Omdat mijn doelpunten bijna altijd voorbereid werden door Jury. Als Jury aan de bal kwam, dan ging ik lopen en dan kwam die bal ook. Dus hij had een begnadigd talent en dat heeft hij hier nog laten zien. En zo herinner ik hem ook. En ja, verder was het een prettig persoon gewoon. Vrijdag staan jullie erbij stil, hè? Ja, vrijdag zullen wij daarbij stilstaan. Zullen met een minuut stilte hebben en we zullen met een rouwband spelen. En ik denk dat het ook zeer dan terecht is.